Welkom bij de WRR Lecture De Crisis Voorbij. Het is een eer en een genoegen om u namens de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, hartelijk welkom te heten bij deze lecture. Ik ben Marjolein van Asselt, raadslid bij de WRR en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. En ik zal vanmiddag u door het programma leiden. Als eerste mag ik André Knot-Neres aankondigen, sinds 1 mei voorzitter van de WRR. Daarvoor was hij 8 jaar voorzitter van de Gezondheidsraad en heeft hij dus kennis gemaakt met wat hij zelf altijd zo mooi noemt het métier van wetenschappelijk advies. En nu als voorzitter van de WRR mag hij zich in de volle breedte met het regeringsbeleid bezighouden. Hij blijft overigens ook actief in de wetenschap als hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht en als actief lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Het is zijn eerste lecture als WRR-voorzitter, dus ik geef hem graag de gelegenheid deze bijeenkomst te openen. Ladies and gentlemen, dear Drs. Wilkinson, Robinson, Kuipers, given the Dutch context of my speech, and I don't mean the Dutch Protestant Church here, I mean the content. My small talk will be in Dutch, it will not be too long, and beyond my talk we will return to English again. Dames en heren, als arts leer je dat je tijdens ziektecrisis het hoofd koel moet houden. En dat je door de acute fase heen ook al moet sturen op de lange termijn prognose. En dat recept geldt ook voor andere crises. En daarom is het juist nu nodig om niet alleen de vragen van vandaag met de kennis van nu te beantwoorden. Maar ook innovatieve inzichten voor de verdere toekomst aan te dragen. Zonder zulke input raken we verstrikt in snel versleten vraag- en antwoordcycli die ons niet verder helpen. En precies daar ligt de taak van de WRR. Vanuit een onafhankelijke wetenschappelijke benadering advies geven ten behoeve van het regeringsbeleid voor de langere termijn. Daarbij past de thematiek van vanmiddag, maar ook de past performance van de Raad. Zo werden al lang geleden handvatten aangereikt voor beter beleid ten aanzien van milieu en duurzaamheid, industriebeleid, de integratie van allochtonen, verhoging van de arbeidsparticipatie, het hervormen van het zorgstelsel, de vergrijzing en ook het inlopen van maatschappelijke achterstanden. De meeste adviezen hebben vroeger of later grote beleidsimpact gehad en ze zijn overigens bij herlezing nog zeer en verrassend actueel. Ik beveel ze bij u aan. De WRR heeft dus bewezen een zeer vruchtbaar platform te zijn voor interactie tussen wetenschap, beleid en politiek. En ik vind het dan ook een voorrecht om als opvolger van Wim van den Donk aan dit platform deel te nemen, samen met de uiterst deskundige staf en raadsleden en ook met u allen die zo ruimhartig expertise inbrengen in dat proces. Ik waardeer ook de samenwerking met de voorzitters van de gebiedsgeoriënteerde adviesraden en de directeuren van de planbureaus, onze adviserende leden. Zo kunnen we expertise bundelen, we kunnen synergie versterken, we kunnen efficiënt kennis oogsten voor belangrijke beleidsafwegingen. Ik geef u een kort overzicht van het afgelopen jaar en onze plannen voor de komende periode. In 2010 heeft de WRR bouwstenen aangedragen ter versterking van de rol van Nederland in de snel veranderende wereld. Via rapporten over ontwikkelingssamenwerking, begin dit jaar, en het buitenlandbeleid, 2 dagen geleden. En juist nu, in een periode dat de wereld om ons heen voor velen minder zichtbaar lijkt te zijn, is dat wezenlijk. Van het rapport over ontwikkelingssamenwerking is door de regering al ruim gebruik gemaakt in het regeerakkoord en ook in de beleidsontwikkeling. In beide rapporten gaat het om niets minder dan een nieuwe architectuur van het beleid, aansluitend bij datgene waarin Nederland sterk is. Dat komt de draagvlak en de effectiviteit van dat beleid ten goede, op voorwaarde natuurlijk dat voldoende kennis, kunde en middelen worden geïnvesteerd. De Raad bracht ook verkenningen uit over wetenschappelijke en beleidsmatige vraagstukken. Zo verscheen eind vorig jaar een verkenning over het belang van menselijk keuzegedrag voor tal van
maatschappelijke terreinen. Dat onderwerp is ook breed opgepakt, bijvoorbeeld in de volksgezondheid. Ook publiceerde de Raad een veelomvattende verkenning over de toekomst van het openbaar bestuur met tal van handreikingen om effectiever te kunnen opereren in nationaal en Europees verband. En tenslotte verscheen een diepgaande verkenning over valkuilen en ook uitdagingen bij toekomstverkenning van beleid en voorbeleid. En daarin zie je de thematiek terug die niet alleen centraal staat in het werk van de Raad, maar ook vanmiddag ruimschoots aan de orde zal zijn. En dan het nieuwe werkprogramma. Kort na mijn aantreden trad de regering af. Tussen beide gebeurtenissen is voor zover bekend geen verband. Maar het was wel even lastig omdat het toen moeilijk was om met een missionair kabinet over het werkprogramma te spreken. Dat is pas, zoals u begrijpt, later dit jaar zover gekomen. Maar er was inmiddels wel ruimschoots input op basis van eigen analyses van de Raad. En ook op basis van consultaties met het wetenschappelijk veld, met het beleidsveld en alles daaromheen. En dat heeft relevante onderwerpen en ook prioritering opgeleverd. Onlangs is overleg gepleegd met minister-president Rutte. En het kabinet komt binnenkort met een reactie. Rekening houdend met de onderwerpen die al worden aangevat door sectororiënteerde adviesorganen en kennisinstituten, geeft de WRR de komende 2 jaar in zijn planning prioriteit aan 3 onderling samenhangende thema's. De verhouding tussen burgers, overheid en instituties, welvaart en welzijn in de toekomst en de internationale positie van Nederland. Bij de behandeling van deze thema's zal als dwarsdoorsnede steeds bijzondere aandacht worden gegeven aan het onderwerp tweedeling. Met name ook aan nieuwe verschijningsvormen daarvan. Dus behalve verschillen in opleiding, inkomen en welzijn, ook aandacht voor andere factoren zoals een sterke of minder sterke internationale oriëntatie en verschillende manieren van omgaan met andere culturen. Een gedegen observatie en analyse van dit fenomeen is noodzakelijk om tot breed verbindende beleidsoplossingen te kunnen komen met faire kansen voor alle burgers. De verhouding tussen burgers en overheid vraagt extra aandacht in een tijd waarin de overheid een steeds groter beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid, terwijl de mondige burger zelf steeds hogere eisen stelt aan voorzieningen, dienstverlening, veiligheid en rechtszekerheid. En hier liggen dus cruciale uitdagingen rond betrokkenheid en vertrouwen van burgers en de vraag hoe we onze samenleving willen inrichten. In de in 2011 af te ronden projecten beleid, informatie en technologie, vertrouwen in de burger en markt, staat en samenleving komt heel veel van deze thematiek aan de orde. En dat geldt ook voor het nieuwe project De Toekomst van de Rechtsstaat. En 2 nauw samenhangende nieuwe projecten gericht op de kwaliteit van ons beleidssysteem. Lessen van evaluaties en toekomst van toezicht. Dames en heren, het vertrouwen van de burger wordt natuurlijk ook stevig op de proef gesteld in deze tijd van onzekere economische ontwikkeling. En de overheid staat daarbij voor de taak en voor de vraag hoe welvaart en welzijn van Nederland in de toekomst verzekerd kunnen worden. Hierop richten zich 2 projecten. Het eerste bestudeert de snelle veranderingen in de mondiale economische krachtsverhoudingen en de mogelijkheden die Nederland heeft voor effectief economisch beleid. Dat doet het project Waar verdienen we over 20 jaar ons brood mee, zo hebben we dat genoemd. En het tweede, Voeding en voedsel, gaat in op de vraag hoe we in de toekomst verantwoord en duurzaam kunnen voorzien en kunnen blijven voorzien in onze voedselbehoeften. Alle WRR-projecten hebben natuurlijk internationale dimensies, maar de internationale ontwikkelingen blijven ook specifieke aandacht vragen. Het project Europa naar menselijke maat bekijkt op welke inhoudelijke terreinen naast markt en munt de Europese arena de burger nieuwe kansen biedt en welke implicaties dat heeft voor verschillende beleidsniveaus.
En omdat andere landen voor vergelijkbare vragen staan, zal hierbij grensoverschrijdend worden samengewerkt, zoals ook aansluit bij de aanbevelingen van onze externe evaluatiecommissie onder voorzitterschap van mevrouw Yvonne van Rooij. En ook het door Wim van der Donk opgezette Europese netwerk van wetenschappelijke denktanks voor regeringsbeleid zal hierbij worden ingeschakeld. De WRR rekent het ook tot zijn taak om vroegtijdig nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen te signaleren die op een breed vlak consequenties kunnen hebben voor beleid en maatschappij. Bijvoorbeeld wat betreft kwaliteit van leven, veiligheidsrisico's, ethische en sociale kwesties en economische kansen bijvoorbeeld. De WRR wil daarom met regelmaat agenderende signalementen gaan uitbrengen, overzichten van nieuwe kennis met aandachtspunten voor beleid. De regering kan zich daardoor ook beter voorbereiden op die nieuwe ontwikkelingen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de snelle kennisontwikkeling op het gebied van brein en cognitie, de mogelijkheden om deze te beïnvloeden en de beleidsimplicaties daarvan. En natuurlijk ook de maatschappelijke implicaties, niet alleen in gezondheid en zorg, maar onder andere ook voor onderwijs, arbeid, ethiek en justitie. Zulke signalementen bieden natuurlijk ook mooie kansen voor samenwerking met universiteiten en sectorgeoriënteerde adviesraden. Een ander initiatief, en daar rond ik mee af, mevrouw de voorzitter, is gericht op jonge generatie. Het is echt nodig om de opleidings- en carrièrekansen te verhogen van getalenteerde jonge wetenschappers die een loopbaan ambiëren op het snijvlak van wetenschap en beleid. Ze zouden al tijdens hun promotie of postdocfase een gecombineerd traject moeten kunnen volgen aan zowel de universiteit als ook in de wereld van advies en beleid. En de WRR wil daarom in samenwerking met onderzoeksfondsen en wetenschappelijke instellingen komen tot fellowships op dit gebied. En we hebben ook al gemerkt dat daarvoor een breed en enthousiast draagvlak bestaat. En concrete voorstellen zijn in de maak. Maar dames en heren, het is nu de hoogste tijd om terug te keren naar het toekomstthema van vanmiddag. Beyond the crisis. En ik geef daarom graag het woord terug aan de dagvoorzitter, raadslid professor Marjolein van Asselt. Dank u wel.